Kinderen zijn er! Word eens wakker! Oh shit, is het alweer vrijdag? Oh shit. In ieder geval, ik ben Mitch Memanje. En dit is de nieuwe versie van de vlog. Tanden gepoetst, even snel wat eten pakken en dan ga ik jullie vertellen wat er allemaal aan de hand is met die Game Geeks. Halala, ik de... Hey hondje! Zo'n hondje, kijk zo'n hondje. Wat leuk. Nou, even kijken voor wat eten. Oh shit. Er is geen eten meer. Op naar de winkel! Ik ga even naar de winkel. Even snel die Jumbo. Even snel wat even ontbijt halen en dan geef het shot voor de hond. Kijk dan, het is gewoon 36 graden. Holy shit! Nou, het is gelukt hoor. Even de boodschappen gedaan voor de komende dagen. Doe maar mijn ontbijt. Een croissantje en mijn vivetje. Lekker. En verder, ik ga even alles opruimen en dan... zie ik jullie zo thuis en dan ga ik jullie even de rest vertellen. Hallo mensen! Ha, daar zijn we dan eindelijk. Ik heb wat te eten gehaald. Een lekker croissantje. Smakelijk. Hoppakee. Ik heb er een vivietje bij. Ik heb wat te drinken. Ik ben eindelijk voorzien. Sorry dat het soms even moet duren. Ik werd helemaal niet in de gaten dat het al vrijdag was en dat er weer een vlog moest komen. En dan heb je ook nog eens geen eten en dan moet je het allemaal gaan halen. Sorry daarvoor. Maar in ieder geval, waar moet jullie dit vlog over willen hebben? Even doorklikken op. Waar ik het in deze vlog over wil hebben is eigenlijk een beetje nog over mezelf en een beetje nog over de andere gasten. Ik ben dus DJ en dat doe ik dus al, ik denk bijna vanaf mijn 12 of zo denk ik. Dus ik doe dat inmiddels al bijna 10 jaar. Ik doe dat samen met mijn neef en we doen dat iedere zaterdag openen wij Jumbo's en dat is echt heel gaaf. Wat ik verder nog eventjes wil melden is dat Robbie op het moment begonnen is met zijn baan in Engeland. In zijn baan heeft hij heel veel wisselende diensten. Dus hij heeft een keer vroeg dienst, hij heeft een keer laat dienst. Dus het is een beetje lastig om te kijken wanneer hij vrije dagen heeft waarop hij video's kan maken voor jullie. In ieder geval voor de maand augustus hebben we gisteren een vergadering gehad, hebben we kunnen plannen. De maand augustus gaat hij nog redelijk kunnen bijhouden met zijn workout woensdag. Zijn Xbox time wordt al iets moeilijker, maar daar kan ik eventueel een opvangen. Dus dat komt helemaal goed, gaan we regelen. We moeten dus gewoon even aankijken hoe het met Robbie verder loopt en wanneer hij zijn video's kan gaan maken. Maar ik weet dat hij het met heel veel plezier en heel veel enthousiasme wil doen voor jullie. Dus dat komt vast wel goed. Dan hebben we Sander. Sander is natuurlijk zelf als piloot zijnde erg druk. En hij is natuurlijk continu aan het vliegen, moet continu werken. Hij heeft dagen vrij. Moet je maar eens opletten, aanstaande vrijdag. Dan de komende vlog, dan moet je maar zien hoe vrij die is. Daarin moeten we dus ook maar even kijken hoe dat loopt. Zijn Throwback Thursday is hartstikke leuk, vind ik persoonlijk. Dus zijn Throwback Thursday wordt ook echt gewoon altijd goed. En daar heeft hij tot nu toe, gaat hij dat ook prima bij kunnen houden. Dus dat loopt allemaal prima. Niels die is, op dit moment is Niels aan het werk. Die is zelf nu ook weer begonnen met werken dus. En dat is gewoon eventjes weer kijken wat hij doet. Hij heeft wel opnames gehad al, van een spelletje Unepic. Dus mochten jullie dat al kennen en willen jullie dat graag zien, laat het dan even in de reacties weten. Dus die komt binnenkort waarschijnlijk ook online. Dan hebben we nog een paar nieuwe series voor de maand augustus, maar dat gaan jullie vanzelf zien. Dat ga ik nou nog niet vertellen. In ieder geval, ik ga nog even mijn broodje opeten en ik ben zo weer niet terug. Ik heb eten in ieder geval op. Oeh, dat was lekker. Laten we verder gaan. Onze school heeft een weekje lange vakantie en dat komt omdat ze nog aan het verbouwen zijn. We gaan daar namelijk naar een nieuw gebouw. Vandaar dat ik nog een weekje langer heb. Dus ik heb sowieso de hele maand augustus nog. En ik kan je alvast vertellen dat ik eigenlijk gewoon bijna voor heel de maand augustus mijn filmpjes al bijna allemaal af heb.
is alleen nog een kwestie van exporteren en uploaden. En ja, daar ga je natuurlijk altijd langs de tijd in zitten, want HD exporteren, dat kost soms gewoon uren. En, maar goed, de filmpjes gaan allemaal al gefilmd en gemonteerd, dus dat is allemaal al af. Dus het is alleen een kwestie van aanzetten en gaan. Dus, en dat is nou echt precies wat ik nu ga doen. Ik ga gewoon die filmpjes aanzetten en ik ga gewoon de hele dag in de zon liggen. Dat ga ik doen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hou even mijn ogen dicht, want het is echt enorm warm en de zon schijnt recht in mijn ogen. En ik ben mijn zonnebril kwijt, zoals ik altijd alles kwijt ben. Dus dat is niet helemaal handig. Hou volgende week eventjes in de gaten. Volgende week vrijdag komt er een hele coole vlog aan. Zaterdag komt er iets speciaals. Dat ga ik nu nog niet vertellen. Dat ga ik nu nog niet verklappen. Maar hou het in de gaten. Volgende week vrijdag in de vlog zullen we dat erbij vertellen. Voor nu in ieder geval, geef nog even dat groene duimpje. En abonneer nog even op ons kanaal. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. Ik beloof echt dat er echt hele goede shit en hele goede content aankomt. Dus doe dat vooral eventjes. Dan zou ik zeggen voor nu, bedankt voor het kijken, geef het nog even door, deel het op Facebook, deel het op Twitter, alles. En ik zou zeggen tot volgende week. Doei!